Hallo, ik ben Olivier Foucault en ik ben toptrainer in de topsportschool basketbal te Wilrijk. Een speler aan de topsportschool heeft eigenlijk een programma van ongeveer 24 uur basketbal of basketbalgerelateerde trainingen. Enerzijds qua basketbal gaat dat over technieken, over de fundamentals, over sommige pre-tactische zaken. Maar daarnaast hebben ze eigenlijk ook nog een fysieke begeleiding. Die fysieke begeleiding speelt zich zowel af in de fitness, maar speelt zich af ook on-court, waarbij dat er specifieke on-court zaken getraind worden. Er is ook een mentale begeleiding, er is ook een voedingsbegeleiding. Dus dit alles samen eigenlijk maakt ongeveer een 24-tal uren dat ze met hun sport en alles wat erbij komt kijken eigenlijk bezig zijn. Ik denk dat eigenlijk het hoofddoel aan de topsportschool is toch 90% individuele begeleiding van elk individu. Ik denk op alle verschillende vlakken de speler zelf beter maken. Het is ook zo dat wij eigenlijk niet in competitie spelen, dus dat wij samenwerken met de clubs. En de clubs die spelen zij ook wedstrijden, hebben zij iets meer tactische begeleiding. En bij ons focussen wij eigenlijk toch 90% op het individuele. Dat kan gaan over heel simpele dingen zoals balhandling of passing drills met één bal, twee ballen tegen een muur. Maar dat kan ook wel gaan over eigenlijk de opbouw naar het spelen van 3-3, 4-4. Met daar eigenlijk zeer fundamentele accenten in. Eigenlijk het is het ons doel om de speler enerzijds individueel te vormen, maar anderzijds ook eigenlijk alle tools aan te reiken om als individu te gaan functioneren binnen een bepaald concept, een modern concept van basketbal dat vandaag de dag in Europa gespeeld wordt. Dus wij focussen heel veel op het individu. Dat gaat over individuele trainingen met een coach één op één. Dat kan ook zijn dat we werken in bepaalde groepjes met spelers die hetzelfde profiel hebben. Uiteraard, die worden eigenlijk alle spelers niet alleen medisch gescreend voor aanvang van het schooljaar, maar die gaan wij ook eigenlijk met de basketbalstaf die spelers screenen. Wat zijn hun sterkere punten of welke zaken eigenlijk moeten nog heel veel aandacht aan besteed worden. Dat kunnen basketbalzaken zijn, dat kunnen ook fysieke zaken zijn. En daar eigenlijk maken wij een soort van checklist waar dat we dan eigenlijk kunnen aan al die items eigenlijk intensief gaan werken. Ja, zoals ik ook al gemeld heb, spelen wij geen competitiewedstrijden, dus werken wij samen met de clubs. Ik denk dat die samenwerking vrij vlot verloopt op dit moment. Dat kan altijd beter. Ik denk dat we daar ook moeten blijven investeren om die samenwerking met de clubs nog te intensifieren. Maar de bedoeling is ook dat we met die coaches overleggen, dat we informatie ook krijgen van die coaches, want uiteindelijk zijn zij degene die de spelers begeleiden tijdens wedstrijdsituaties. Dus hebben wij ook graag wel wat feedback over wat goed loopt of wat fout loopt in de wedstrijden. Niet alleen over basketbal, maar ook qua attitude en qua mentaliteit. En wij proberen eigenlijk daar een soort van wisselwerking te krijgen, zodat eigenlijk iedereen betreffende hetzelfde individu eigenlijk ook in dezelfde richting gaat werken. Wat doen wij ook? Wij stellen planningen op en wij sturen die planningen ook door naar de coaches, zodat zij ten alle tijden eigenlijk weten wat hun speler of spelers hier doen aan de topsportschool. En wij proberen eigenlijk ook via een evaluatierapport eigenlijk heel veel informatie ook aan die coaches over te dragen. Er wordt ook elke week een medisch rapport eigenlijk gemaakt over wat er op medisch vlak met het individu of de speler gebeurd is, en dat wordt eigenlijk ook aan die coaches overdragen. Dus wij proberen eigenlijk heel veel informatie te delen. Loopt dat perfect? Zeker niet. Ik denk dat we daar zeker en vast nog wel stappen in kunnen maken om dat intensiever te doen. Maar de samenwerking op dit moment verloopt wel vlot. En we merken ook wel de laatste jaren dat de communicatie ook van de coaches naar onszelf eigenlijk ook vlotter en vlotter verloopt. Dat ze ons weten te vinden, dat ze ons opbellen of dingen met ons bespreken betreffende hun spelers. Wij gebruiken technologie op een zo efficiënt mogelijke manier. We hebben hier hartslagmeters, we hebben een Polar systeem, we hebben ook camera's, waarbij we eigenlijk elke training ook gaan filmen en proberen elke training eigenlijk data te verzamelen. Het zij videomateriaal, maar het zij ook eigenlijk die parameters van die Polars, met eigenlijk de intentie om elke training onze spelers te verbeteren. Om elke training ook tips of tools mee te geven of dingen bij te sturen in hun planning of bij te sturen in hun manier van trainen of in hun habits, zodat ze eigenlijk elke training kunnen verbeteren. En tools zoals videoanalyse of als Polar systemen, die helpen ons daar enorm in om op een zeer efficiënte manier het maximale eigenlijk van informatie daaruit te halen en toe te passen of onmiddellijk te implementeren in eigenlijk de dagdagelijkse werking van onze spelers.
Maar ik denk, er is altijd een discussie over, is de topsportschool beter dan een club? Ik gebruik niet graag het woord beter, want dat vind ik een beetje onrespectvol naar de kwaliteit van de coaches of de kwaliteit van de werking van de clubs. Ik denk wel dat wij als topsportschool gewoon een groter pakket kunnen aanbieden. Enerzijds is het op het onderwijssysteem afgestemd en kunnen onze spelers of speelsters eigenlijk veel meer uren met basketbal bezig zijn. Wij hebben ook eigenlijk coaches in dienst die fulltime in dienst zijn, die daarin verantwoordelijkheden hebben en die uiteindelijk ook instaan voor de dagelijkse begeleiding, dag tot dag begeleiding van onze spelers. En ik denk dat er natuurlijk ook wel al heel veel know-how zit in de coachingstaf van de topsportschool. Op basis van internationale wedstrijden, op basis van EK's, op basis van EK's jeugd of senior. Om uiteindelijk proberen alles zo goed mogelijk te laten verlopen. Beter gebruik ik niet graag, want ik ben ervan overtuigd dat in de clubs eigenlijk ook heel goed werken. Sommige clubs die hebben ook een bepaald model waardoor dat spelers meer kunnen trainen. Maar ik blijf er wel van overtuigd dat als je als topsporter eigenlijk iets wil geraken of als basketbalspeler, dat de topsportschool zeker en vast een tool is of een setting is waarbij dat je jouw doel gaat kunnen bereiken.